Er is in de wereld ontzettend veel veranderd de afgelopen week. Dit allemaal door het coronavirus. We spreken vandaag met de burgemeester van Wassenaar, burgemeester Lene ter Lange. Burgemeester Lene ter Lange, roerige tijden, hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het op zichzelf goed, gelukkig fit. Maar maak me natuurlijk wel zorgen over de gezondheid van iedereen in Wassenaar. Maar ja, het is natuurlijk wel bijzonder om in deze tijd ook juist iets verschil te kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat we ook deze coronatijd met elkaar zo goed mogelijk door gaan komen. Je had het net al over dat er heel veel mensen heel flexibel waren en mooie veranderingen. We staan hier voor een winkel. Je bent net even gaan peilen. Wat is het verhaal? Ja, dat klopt. Dit is een pop-up store hier op de Luifelbaan. En ik hoorde dat die vandaag open is gegaan. Dus even ben gaan informeren. Het is toch eigenlijk best bijzonder dat je in deze tijd een winkel start. Maar dat is maar goed, hè, want we houden ervan dat winkels in Wassenaar gevuld zijn. En hier is een ondernemer toch gewoon doorgegaan, ondanks coronatijden waarin we leven. Dus dat is mooi. Wat weet jij over de zorg te melden hier in Wassenaar? Nou ja, wat natuurlijk de meest recente ontwikkeling is, is dat de verpleeghuizen, dat daar het bezoek niet meer toegestaan is. Dus dat is echt dicht gegaan en dat vind ik wel echt een hele zware maatregel. Maar het is helaas nodig, want daar in een verpleeghuis wonen onze meest kwetsbare inwoners van Wassenaar. Ja, en die moeten echt niet geïnfecteerd raken. Maar we zullen wel moeten zorgen dat er contact is met deze mensen in de verpleeghuizen. Hartelijk dank dat je de Wassenaarse bevolking op de hoogte hebt gehouden. Ja, graag. En dat blijf ik ook zeker graag doen. Laten we vooral op deze manier met elkaar in verbinding blijven.